15 september. In alle vroegte meldt Mitchell zich met zijn ouders in het OLVG voor de operatie aan zijn knie. Het moet. En dan ben ik weer een stapje dichterbij. Een beetje kunnen slapen vannacht? Ja, ja. Maar ik heb mezelf een beetje slapen. PlayStation, denk ik. Heb je mensen gesproken die hetzelfde operatie hebben gehad, of niet? Nou, gisteren toevallig bij de wedstrijd met Leonardo. En wat zei hij? Nou ja, gewoon dat ik sterk moest zijn en dat ik probeerde natuurlijk hard te werken en positief te blijven. En dat hij wel in me gelooft. Het is zover, hè? Ja, eindelijk. Ja, eigenlijk wel opgelucht dat het nu echt gaat gebeuren. Het kan nu alleen maar beter gaan. Wat dacht u toen u de blessure zag? Ja, ik schrok er wel van. Ja, ik wist niet wat ik ervan moest verwachten. Wat ik aan zou treffen. En wat trof je dan? Nou, toch wel een heel triest kind. En daarna viel het wel weer mee, maar op het moment dat het gebeurde was het wel heel even schrikken. Dat we daarna werden opgebeld van even naar beneden, toen wist ik eigenlijk wel zeker dat het fout op boel was eigenlijk. 10:30 was het, hè? Ja. Is de operatie. En ik moet anderhalf uurtje van tevoren moet ik terug in mijn kamer zijn. En ik moet nu in de tussentijd wachten. Dat is moeilijk, want ik heb heel erg honger. En en dan gaat het beginnen. De volgende dag. De operatie is geslaagd en met een beetje mazzel mag Mitchell die avond nog naar huis. Ja, gaat wel goed. Maar je voelt wel dat ze bezig zijn geweest. Maar over het algemeen gaat het wel. Maar als ik hem zeg maar buig, zoals dit apparaat niet doet. En als hij maximale rek is, dan doet het wel pijn. Als ik hem op 90 graden kan krijgen, dan kan ik hem goed genoeg buigen om gewoon naar huis toe te gaan. Nee, ik zit nu op 80, dus gaat wel lukken. Ben je blij dat het erop zit? Ja, nou, erop zit. Ja, dit wel. De operatie. Maar het gaat nu wel beginnen, dus. Je zag erg op tegen de operatie. Ja, in het begin wel. Ja, maar kijk, toen was het nog pas gebeurd. En was het nog best wel vers. Maar na langere tijd had ik zoiets van, ik heb liever dat die operatie achter de rug is. Maar dan heb ik ook iets om naartoe te werken. En ik had toen wel iets om naartoe te werken, maar niet zeg maar zoals nu. Nu kan ik gewoon weer werken naar het voetballen toe. En in de tussentijd werkte ik toen naar de operatie. En met het idee dat ik weer terug bij af zal zijn. Dus, maar ik ben wel blij dat ik eraf ben. En wat heb je allemaal gedaan tot nu toe? 80% geslapen. Ik denk veel geplast. Ook veel gesnoept. En een paar oefeningen gedaan vanochtend. Trap op, trap af. Ja, door de gang een beetje gelopen. Dit apparaat dan veel. Nu 4 keer of zo. En voor de rest eigenlijk niks, alleen maar liggen. Je komt proberen. Alsjeblieft, iets makkelijker. Dank je wel. Ik wel een hertensoep of zo, iets. Wat een stroop. Weet je, moet ik roti voor je aan? Die jongen vertrekt, laat hem lekker eens. Laat je lukken. Kijk uit voor je gebit. Ga je laatst niet overreis? Dadelijk is het gewoon pit. Dit is een nep, joh. Bijna 90, hoor. Pijn? Pijn? Ja. Goed, hoor. Ja, man. Thanks. Dank je wel, zeker.
Mevrouw? Ja, u ook? Ja, ik wel hoor. Zeker. Mevrouw, veel sterkte. Ja. Mevrouw, veel sterkte. Tot thuis. Ja, dankjewel. Bedankt voor de hulp. Die is van de hele wereld mee. Ik doe haar spullen mee. Jij moet.